Ja, goeiedag beste kijkers. Hier zijn we weer met een nieuwe gast aan tafel. En had ook weer eens een keer aangeschoven. Ja, ja, we wisselen weer elke maand. Hè. En we hebben een nieuwe gast aan tafel. En dat is Pien. Pien van Storm van Leeuwen. Of zeg ik nou net andersom? Nou, het is gewoon Pien Storm van Leeuwen. Pien Storm van Leeuwen. Ja. Welkom. En waar kennen we Pien Storm van Leeuwen van? Geen idee. Ik denk van de gedichtenbundels. Ja, en ja. Van de steentjes. En van de stenen, ja. In het, ja. Ik neem het maar eventjes als voorbeeld. In het Markdal, hè, tussen Breda-Zuid zeg maar, en de Belgische grens. Liggen her en der van die grote zwerfkeien, zeg maar. Nou, voorbij de Belgische grens. Oh, zelfs voorbij de Belgische grens. Ze liggen tot aan... Ik heb zelfs een gedicht mogen schrijven voor de bron van de Mark. Ah, kijk eens aan. In België. Ja. Dus daar ligt ook een steen met een gedicht. Ik fiets altijd met tot meer soort dreven. Dan mis je een heleboel mooi. Trappistje en dan ga je weer terug. Maar hoe is het eigenlijk ontstaan? Want dat komt niet zomaar uit het niets. Nou, het was eigenlijk zo dat de Rabobank, de Zuidelijke Baronie, op een bepaald moment naar een wereldidee zocht. Iets bijzonders voor de streek. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als je hele korte gedichten zou kunnen lezen midden in de natuur. En dat die gedichten gaan over die natuur of de historie van die plek. En dat ze dan ook niet op een bordje staan, maar dat ze gewoon in onverweerde aarde, dus grote stenen of in stenen banken, gebeiteld zijn. En ik dacht, nou, misschien leuk, een padje met een paar van die stenen. Ja. Maar de Rabobank vond het zo'n leuk idee. Die hebben toen gezegd, wil je dat niet voor het hele gebied daar een project van maken? Ja. En toen, dat is mijn eerste postplaatsproject geweest. En toen kwamen ook... De opdrachten vanuit Vlaanderen, uit de rest van Brabant. Ja. Dus inmiddels zijn er 100. Oh, 100 zo? Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja. Ja. Die stenen worden niet weggehaald of beschadigd? Nou, je neemt ze niet heel makkelijk. Nee, dit is de vraag. Van het ziet er allemaal heel licht uit. Ja, als je erbij staat, dan denk je van, oh, het valt wel mee. Dus wordt misschien wel beschadigd of beklad. Maar dan valt er reuze mee. Ja, en stel dat er eens een keer iets opgeklad wordt, omdat het hardsteen is... Dan kan je dat gewoon met een schuurblokje er weer afhalen. Dus het is gewoon niet zo'n probleem. Ja. En Pien Storm van Leeuwen is zelf ook een natuurmens? Heel klein beetje wel, ja. Ja, nee. Ik moet altijd groene bloemetjes om me heen. Ja, ja. U woont ook op de buiten, zeg maar? Ja, wij wonen heel erg op de boom. Heel erg. Wij hadden er nog nooit van gehoord. In Leg. Ja, in Leg. Leg. Maar niet dat chique waar de koninklijke familie naartoe gaat. Nee, gewoon wintersport. Met een G. Met een G. Even buiten Kaam is dat. Een buurtschap, hè, noemen ze dat. Echt een buurtschap. Gehuchtje. Ja, eigenlijk voornamelijk wat boerderijkens. Ja, daar zitten wij dan ook. Heerlijk. Ja. Nee, want je hebt een bundel uitgebracht, hè? Een gedichtenbundel. Maar dat is niet de eerste, geloof ik. Hè? Nee, ik geloof dat het mijn 10e of 12e is. 10e is zo. Ja. Dus waar gaan jullie inspiratie vandaan? Van de natuur? Voor een groot deel is dat inderdaad de natuur. Jan-Willem, mijn wederhelft, en ik wandelen elke dag. En wij zijn gefascineerd door de landschappen. Ja. In het Bredaanse, in de Baronie. Ja. Zo ontzettend bijzonder mooi. Die voortdurende afwisseling tussen die hoge zandgronden met verstuivingen, met heidevelden, met bossen. En dan weer zo'n beekdal en de rivier, de Mark en ook de Weerreis, de A. Ja, vind het fascinerend. Ja, je moet het maar zien, hè? Of willen zien, hè? Ja, maar we ervaren daar zo'n rijkdom aan. En we willen heel graag, daar maak Jan-Willem foto's en schrijf ik gedichten. Die schoonheid, dat hele bijzondere delen ook met andere mensen. We hopen dat heel veel mensen daar ook oog voor hebben en anders krijgen. Ja. U zei in het voorgesprek wat we hadden, we hebben op diverse plaatsen in Brabant gewoond. Maar eigenlijk hier ten zuiden van Breda vinden we eigenlijk toch wel het mooiste. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar Breda Noord is meer polder, hè? Ja, dat is meer het poldergebied. Ja, dat heeft natuurlijk zijn eigen charme. Maar ik vind die afwisseling van die beken en die bossen en die heidevelden, ja... Daar krijg ik nooit genoeg van. Ja, en dat is niet alleen van, mooie zomerdag. Nee, dat eigenlijk is alle jaargetijden. Precies, en ook in de... Veranderen. Ja. Zie je gewoon veranderen. Ja. Ja. En dat is ook in de hartje winter, heeft dat zijn eigen aantrekkelijkheid. Ja. Net zoals in de zomer. Ja.
Zou wel mooi zijn als we daar wat beelden van hadden. Die hebben we ook. Hebben we? Ja, ja, die draaien op de achtergrond en die beelden laten we gewoon even zien. Oh ja, ja. Ja. Het volgende. Zou je een gedicht willen voorlezen uit je nieuwe bundel? Ja, nou, er staan er een heleboel in. Nou, de mooiste. Oh, nee, die er is geen de mooiste. Nou, misschien even, want misschien vragen mensen zich af waarom staat er, is de titel Verlegen zwijgt de tijd. Mm-hmm. Wat wordt daarmee bedoeld precies? Ja. Ik zat te denken, Verlegen zwijgt de tijd. Welke kant gaat dit uit? Ja, nou vraag een dichter nooit wat betekent het precies. Nee. Want het is altijd de bedoeling dat je erover gaat nadenken. Maar wij leven in een hectische tijd waarin we voortdurend aan het tellen zijn. Ja, ja, ja. Tijd tellen, hoeveel minuten kost dat? Hoe snel kunnen we daar zijn? Maar als je in deze landschappen bent, dan gaat het niet meer over tijd. En bovendien zijn daar heel veel plekken, die zijn nu mooi. Dat waren ze 50 jaar geleden ook en dat waren ze 100 of 1000 jaar geleden ook. Ja. Je bent in een soort tijdloze tijd. En dat is ook heerlijk om daar even die volstrekte onthaasting, die verstilling mee te maken. Ja. Dus dat is verlegen, zwijgt de tijd. En dat heb je ook als je langs de markt staat of langs een beek. En misschien dat ik dan even dat gedicht als water voor moet dragen. Dat is een beeld van water van de mark dat over wat steentjes stroomt. Mm-hmm. En er zijn ook wat stengeltjes te zien. Als water. Verlegen zwijgt de tijd. Als water spreekt. Zich eindeloos herhaalt. Al kantelend naar klanken zich tijdloos. Telkens taalt. Steeds onderweg naar lager, als beek, als stroom, naar zijn verval zich vloeiend voegt. Zo oeverlangs de aarde streelt, welluidend in voorbijgaan speelt, langs stengels en langs stenen. Over de taal van het water. Je ziet het water vloeien, als je goed luistert dan zie je het water. Van de markt. Het loopt er langs. Ja, er zitten ook heel veel woorden in waarin de klank van water zit. Ja. En daar zoek ik ook heel erg naar in mijn gedichten. Dat ik werk heel erg met klanken, met de muziek in de taal. Dus het ene onderwerp krijgt hele andere klanken mee als het andere. Ja. Dan tot slot even de bundel. Waar is die verkrijgbaar als mensen denken van... Dat is een mooi cadeautje, of ik ga het eens halen voor mezelf. Ja, het is ook helemaal niet prijzig. Het is maar €7,50. Ja. Full color. En het is verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel, bij Van Kemenade en Hollaars. En bij Libris Boekhandel op de Grote Markt in Breda. En ook nog in het Ginneke bij Vives. Oké. Okay. En in Baarle-Nassau is het verkrijgbaar. En wij maken er ook reclame voor. Ja. En in Leg. En in Leg. En in Leg is het ook absoluut verkrijgbaar. Graag bedankt voor uw bijdrage. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan en veel succes met jullie programma. Dankjewel.